Goedemorgen. Hè? Goedemorgen. Goedenavond. Oh, goedenavond. Het is nog avond hier. We zijn net aangekomen in Kronenberg, oftewel de Pilbergen. We hebben 4 paarden mee. Tina is voor het allereerst mee. We zijn als laatste moment ingevallen voor Bukkel en Bertie. We hebben natuurlijk onze toppe Burry eindelijk weer mee. Nou, en Lies is mee deze week. Stuk Roem. Burry is mee. Het is nog een beetje zootje, want we zijn natuurlijk aan het installeren. Tina? Zie je niet zoveel van op de camera, hoor. Oh. Tina de deur open krijgt, hebben we hier Robje. Hallo Rob. Rob! Robje! Dus Robje is mee. En in de laatste stal hebben we Wilde. De grote vriend. Hi, baby. En het mooie van deze week is dus dat we het springen en het crossen gecombineerd hebben. Dus we hebben Robje mee voor het springen. En de andere drie gaan natuurlijk crossen. Dus Robje die zal 1.35, 1.40 springen deze week in de 2-ster. Wilbert loopt 2-ster eventing. Tina loopt haar internationale debuut in de 2-ster. En Burry loopt 4-ster, dus we hebben een drukke week. En dan vragen jullie natuurlijk af, als er ook een springwedstrijd is, waar is Horion dan? Daar komt volgende week, of in ieder geval, volgende week komt deel 2 van deze vlog. Die week erna vormen we een uitgebreide vlog waarom Horion niet mee is deze week. En ook waarom Tina als laatste moment ingevallen is voor Bukkel en Bertie. Want dat is een beetje dubbel verhaal. Heeft 2 kanten. Maar uiteindelijk wel een heel mooi verhaal met jullie te delen. Dus dat komt na deze 2 delen van Kronenberg. Maar we gaan nu nog even snel verder installeren. De paarden eten en drinken geven. Drinken hebben ze al, maar nog een beetje hooi. En alles een beetje opruimen. En dan gaan we zelf ook naar bed. Want het is ondertussen al 9:30. En we zijn al vanaf vanochtend 6 uur bezig, dus het is een lange dag. Maar we vinden het heel leuk, dus we zeggen altijd niet voor niks in de paarden. Hard voor weinig, nooit chagrijnig. Nooit? Oké, af en toe. Nou, dit is een zware concoursleven. Heel zwaar. Maar we hebben er al wel 2 gereden. Lisa heeft al het werk op stal gedaan, dus we hadden wel een lunch verdiend. En ik zit trouwens heel gezond aan de biologische tomatensoep, dus ik ben heel goed bezig. Yummy. Niet eten met volle mond, hè? Want ik veilig zie dat. Niet eten met volle mond, hoor je dat? Niet praten met volle mond. Ja, dan gaan we net als in het ziekenhuis. Beste stal van paard. Van paard. Nou, goedemorgen deze morgen. We gaan van het mooie zonnige weer van gisteren naar ongeveer de ijstijd. Super koud, regen. En we hebben dressuur op gras, dus het is echt super leuk. Mop. Maar we beginnen met Tina. Natuurlijk hier het hoogste punt van de dag, de dressuur van Tina. Maar we gaan proberen te overleven. We weten dat ze eigenlijk nog een beetje te jolig, te groen is voor deze klasse, maar er was nu even niet een andere oplossing en we hebben besloten om Tina mee te nemen. We hebben natuurlijk heel veel zin in, maar zoals ik al zei, de dressuur wil even overleven. Ik hoop dat het in orde komt. Ja, zin in? Ja? Zag je nou? Kom maar. Zet hem al. Even de beugel. Die hangt er al even hoor. I'm not thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eyes. Just don't know if I've been faking or pretending, but I know I never felt so damn alive. I don't know if I believe the information given, that there is someone by your side. Coming back inside my body for a second, there is no way that I'm never gonna try. Hello, where you at, where you been? Tell me everything about you, go slow. So I can write it down and become the perfect man for you. What you like, what you don't, you should never be flying solo.
Nou, een beetje spanning op het einde. Al met al moet het natuurlijk nog veel beter en veel mooier in de verbinding. Maar voor nu eigenlijk best wel tevreden. Ik denk dat we de dressuur redelijk overleefd hebben en dat was de taak voor vandaag. Dus ja, hopen dat de laatste twee dressuurproeven vandaag iets beter gaan dan deze. Maar daar gaan we wel vanuit. Even mijn lokken. Is dat je lok, hoe? Het lukt toch, hè? Nee. Oké, maar we gaan ook nog iets serieus doen. Want we gaan met Wilbert dressuren. Hij is er helemaal klaar voor. Inge heeft hem morgen knot. Ja, als het fout gaat, kan het in ieder geval alleen aan mij liggen. Hij ziet er mooi uit. Het weer is super, zoals je ziet buiten zo. Maar we zien alleen jou. Hou. En Wilbert. En dan gaan we het heerlijke zonnige weer tegemoet en dan gaan zien. Succes! Geen grote fouten, pijn, een stukje spanning nog, maar over het algemeen heel goed, dik tevreden. Hij dribbelde niet aan in de stap, dus daar was ik al heel blij mee. Middendraf was heel goed, stukjes van de galop waren heel mooi, dus ja, al met al eigenlijk dik tevreden. En kan natuurlijk altijd nog iets beter, maar voor nu super blij en happy. En onze Eskimo loopt mee rondjes, onze pakezel. Achter je. Hij mag zijn dekentje op. Yes. Hij is blij. Wat zeg je? Hij is blij. Ja. Mag ook. Last best vandaag, hè? Ja, we hebben het over jou inderdaad, monster. We hebben nog één dressuurproef te gaan. Lijkt alsof hij al is. Hij is een beetje camera-schuw geworden, jongens. Hij draait jullie even konkel. Oh, hij draait door, gelukkig. Succes zo. Dank u. Dus ja, we hebben Wilbert gehad. Die liep natuurlijk eigenlijk een hele goede proef. Tina liep een proef zoals we een beetje verwacht hadden, maar eigenlijk best wel tevreden mee zijn.
En ja, nou is het last best, hè, hopelijk. Burry moet nog even bewijzen dat hij het beste paard van stal is. En Burry loopt natuurlijk vierste, dus dat is allemaal wel weer iets moeilijker, ingewikkelder. Maar daar houden we van. Dat vinden we leuk. Dus we hebben er zin in, we zijn er klaar voor. Burry is wit. Inge moet nog even één knotje weer bijwerken, want die heeft hij net tijdens het eten uitgeschuurd, denk ik. En dan zijn we ready to rumble. We hebben er zin in. Oh wacht, daar is ze niet. Nee. Sometimes someone comes into your life so unexpectedly. Sometimes someone turns to be the one that gives you everything. Just like you did, took me by surprise, made me complete. You changed my life, made me believe, believe in real love, and now my heart beats, it beats for you. Since you came into my life, I never felt like so in love and so excited, cause you're so right. Now I'm never leaving you, leaving your side, cause you're mine. Even een grote storing in de stap, maar de rest was eigenlijk heel goed. Eén wissel kwam ik niet zo mooi, die mocht nog wat rechter. De andere wissel was briljant. Eén appiëment in galop mocht nog iets beter. Dus wel genoeg dingetjes die beter konden. Maar over het algemeen echt wel een hele nette proef. Zeker content mee. Dus goed begin van het seizoen. Je merkt wel dat hij toch een tijdje wat minder in de dressuurbaan is geweest. Dat hij wat extra excited is. Maar ja, eigenlijk al met al zeer tevreden. Dus we gaan hem lekker wegbrengen voordat hij helemaal nat wordt.
Tina had echt een sublieme ronde. Foutloos, binnen de tijd. Ze sprong echt geweldig. En ze was helemaal niet bezig met de entourage. Daar was ze nog wel een beetje bang voor. Het was nog steeds wel een beetje glad. Dus dat maakte het natuurlijk wel extra lastig. Maar ja, ze was super met de aandacht bij mij. Ze luisterde goed. Dus ja, ik kan niet anders zeggen dan dat ze goed opgeleid is. En dat ik daar mooi de vruchten van kan plukken nu. Want dit was echt top. Dus bedankt Inge Martina voor de opleiding. Echt een super rondje. Ja, lekker schudden, hè. Ja. En wat krijg je dan? Een snoepje. Ga ik even halen. Nou, we wilden eigenlijk een hele goede ronde, alleen bij het losrijden viel de hele ommijning om, dat het zo hard waait. Daar schrok hij wel even van en er was één dubbel aan de kant en dan kijkt hij toch ietsje naar de kant, waardoor we een balkje kregen. Maar ja, daar kan ik hem eigenlijk niet kwalijk nemen, want daar zou iedereen van schrikken en een beetje spanning van krijgen, denk ik. En voor de rest sprong hij super, had een hele mooie ronde. Hij werkte er echt aan, hij was super lief, dus ik ben eigenlijk heel tevreden. Dit was gewoon een beetje pech met de omstandigheden bij het losrijden. Ik vond hem al dapper dat hij alles zo in de rond sprong zonder naar de omheining verder te kijken. Het is toch gek als je aan het losrijden bent en de omheining komt op je af te waaien, hè? Ja. Dus voor nu zeer tevreden. Ik ga even de stift uitdraaien, afzadelen, naverzorgen en dan gaan we crosslopen. Dit was het eerste deel van deze leuke week. Volgende week komt natuurlijk het tweede deel met de crossloop en de crossdag. Dat is eigenlijk nog het allerleukste. Maar ik hoop dat jullie net zoveel lol hebben gehad. Als wij. En ik hoop dat jullie er ook iets warmer bij zitten dan wij, want het is hier fris, hè? Maar vond je dit nou een leuke video? Doe dan vooral een duimpje omhoog. Vergeet niet te subscriben en deel het met je vrienden.